Het ministerie van Financiën heeft op 29 oktober een memorandum of understanding getekend met het Surinaams Instituut voor Accountants. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht. De afkondiging van de wet Suriname Chartered Accountants Instituut op 25 oktober van dit jaar heeft ertoe geresulteerd dat de Surinaamse Vereniging van Accountants, SUFA, getransformeerd is naar een Public Accounting Organization Body, oftewel een accounting autoriteit. De MOU heeft te maken met de beleidsagenda van de regering, waarbij er gewerkt wordt aan fiscale transparantie en capaciteitsversterking. Een van de afspraken tussen het ministerie en het instituut is om samen de overheidsdiensten in Suriname te controleren. Hierbij ligt de nadruk op de ondersteuning aan de Centrale Landsaccountantsdienst en de versterking van het interne controleapparaat van de overheid.